als we maar gelukkig zijn. Zeg, kom nou eens kijken hoe mooi ik de tafel heb gedekt vanavond. Het leuk gedekt, ik ben benieuwd. Schitterend. Oh, wat hoor, dat leuk. Oh, wat leuk. Alle peper is uit. Ik wil het nog een keer zien. Ik weet van niks. Kom nou. Ik weet van niks. Ik kom gewoon binnen. Kom maar. Oh, wat is dan? Oh, hoe lang ben je daar al niet mee bezig geweest? Uren. Oh, dan nu de vijf. Kleur! Nou, het ziet er gezellig uit. Dat wordt een gezellig etentje, hè, vanavond, hè? Ja. Nou, en die fazanten houdt toch zo van lekker eten, hè? Wat zeg je? Zei jij van Zanten? Ja, van Zanten, die komt toch dadelijk eten? Nee, dat is niet waar, schat. De lindeboms komen vanavond. Nee. Ja. Nou ben je even wrong. Vanavond komen de van Zanten. Van Zanten komt vanavond eten. Dat is niet waar, Dre. Je bent helemaal hartstikke in de war. De lindeboms komen vanavond. Ik weet het zeker. Ik heb ze straks nog gebeld om mijn tijd af te spreken. Ik heb niet voor 6 mensen eten. Nou, dan ruk je toch nog een blik open. Dat geeft het niet. Maar je begrijpt er helemaal niks van. Die twee families kunnen elkaar niet luchten of zien. Dan kan ik beter de lindeboms bellen, hè? Nee, bel ik wel even af. Ga op zijn gedrukt zitten. Jij belt dan gewoon de Zanten's af. Ik bel van de lindeboms. Ja. Moeite, gezeurlijk, man. Ja. Hallo? Oeh! Sorry, stop mijn fout. Hallo! Wat leuk dat jullie er zijn, zeg. Keurig op tijd, dacht ik, hè. Wat leuk, zeg. En bloemen, houtbossen. Wat erbij, hè. Wat leuk dat jullie er zijn. Van Gorp! Daar is het, daar is het. Hey! Ja. Hallo, dag hoor. Dag Harry. Dag. Oh, wat vrolijk jullie je enig zijn. Oh. Leuk, hè? Ja, leuk. Oh, we zijn er ook vreselijk gelukkig mee. Nou, wie heeft dat pas getrouwd en dan al zo'n flat? Ja, geen domme vragen stellen, zeg. Hè, maar, hè? En gaan jullie zitten, zaken zitten. Heel gestolen, ook, hè? Ga lekker zitten, hè? Dank je wel. Zo. Gezellig. Blijven jullie lang, nee, hè? Zullen jullie iets drinken of zo? Nou, dat lijkt me lekker. Oh. Jong borreltje, heb ik wat trekking. Ja, heb ik ook wat trekking, maar dat hebben we niet natuurlijk. De sherry. Ja, dat blijf ik zitten. Oh ja? Ja. Nou, oké dan. Haal je even de sherry. Ja, dat best zelf even. Oh, dat je leuk bent. Gezellig even gestoken. Ja. Wil jullie een zoutje? Ook. Oh, lijkt me lekker. Ja. Haal ik even de zoutjes, hè? Oké, overal vanaf blijven, het is geteld, hè? Als jij ze nou even bezig houdt, dan bel ik even de lindeboms, dat ze niet kunnen komen. Daar heb je er! Vandaag, hallo man! Die horen alles, begrijp je wel? Buren horen alles. Ah, hier. Leuk. Kom zo gauw hier eens uit, hè. Zo, hè. Lekker hier aan het uit. Doe je schoenen uit. Anders horen ze het. Zo, schoenen. Waarom moet ik nou zo stil zijn? Voor de buren die horen alles. Het is zo gehoord. Maar mag ik wel hardop hoesten? Ja. Alleen s'avonds na 10 uur, hè? Na 10 uur s'avonds. Ja, hè? Ja. Wat hoor ik? Hebben jullie nog meer bezoek? Bezoek? Ja. Nee, we hebben helemaal geen bezoeken. De buren zijn een beetje lawaaierig, hè? Deze flat is nogal gehoorig, ja. Ik zou zeggen, proost. Ja, proost. Hé, hey, André, wat hoor ik? Wat hoor je? Heb je nog meer visite?
Visite. Ik hoorde wat. Nee, dat zijn de buren waarschijnlijk. Nou, gehorig hier, hè. Oh, het is zo gehorig hier. Nou, willen jullie wat drinken? Ja, graag. Ja, graag, joh. Ik heb een trek. Ja, natuurlijk. Zal ik even, ik haal even een sherrytje of zo, hè? Ja, oké. Okay. Lekker. Oké. Wat pak je nou weg? De zoutjes al, jongens. Kijk, het is gezellig, hè? Dat past er, jongens. Dat is de kies. Zo. Oh, hij staat erin geschrokken, zie ik, hè? Proost! Ja, proost! Proost. Proost. Zo is het. Op jullie jongen geluk. Ja, hoor. Ik hou er wel van. Ja, vind het gezellig. Zeg, nou moet ik even naar de keuken. Ik moet even naar de keuken. Nee, voor natuurlijk de saus. Voor de saus? Voor de saus, ja. Ik moet even naar de keuken voor de saus. En dan doen we altijd sterke drank in, begrijp je? En denk om de klontjes, schat, goed te roeren, hè? Toch, ja, man. Hallo! Ben ik weer. Zo, jongens. Ik heb alles bij je, hè? Ik ga ze gezellig. Dag voor het koken, jongens. Haags maatje, maar ja. Proost! 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 Zeg, lekker. André, mag ik even een vraag stellen? Zeg, waar zijn jullie naartoe geweest met je huwelijksreis? Met huwelijksreis? Ja? Oh, met de huwelijksreis. Ja? Nou, wij zijn een week naar de Ardennen geweest. Oh, ja. 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 We gaan er nu weer naartoe en dan willen we iets van de omgeving gaan zien. Begrijp je hem, begrijp je hem. Ja, die is leuk, zeg. Ja. Hey, zeg maar, waar is je vrouw eigenlijk? Die is in de keuken, hè? Die is potten en pannen, hè? Die is aan het roeren natuurlijk. Zal ik even roepen? Ja, dat lijkt me gezellig, joh. Komt, ja. Voor de saus. Oh. Van Gorp! En nog een blikje, hè? Ja, schat. Kom nou even, bij die ik zit met die lui te wachten. Ja, ik zit ook met... Ah, is al. Handje, zoentje. Oké, Er zit. Dat je mag spreken, zo is het ook. Hé, jongens. Dat jullie gekomen zijn. Heel leuk dat jullie gekomen zijn. Het ziet er goed uit. Ja. Moet je weer naar de keuken? Ja, weer naar de keuken. Saus, hè? Ik ben bezig met een saus. Begrijp je wel? Dat wordt erg lekker, denk ik. Ja, heel lekker. Zo, daar ben ik weer. Ik ben bezig, ga ik nog. Graag. Zeg, André, waar ben je eigenlijk geweest op de huwelijksreis? Huwelijksreis? Wij zijn naar de Ardennen zijn wij geweest. Ardennen? Ja. Oh, wat romantisch, zeg. Ja. En volgende week gaan we er weer naartoe. Dan willen we iets van de omgeving gaan zien. Begrijp je wel? Tweede keer werkt zo'n grap niet natuurlijk. Wil jullie misschien een pasteetje vooraf? Nou, dat lijkt me heerlijk. Nou, heerlijk, pasteetje. Oh, ze doet er alles aan, hè. Ze is heel goed in de pasteetjes, is heel goed. Ja, oh. Het is het enige, maar het is erg lekker. Oh, daar komen ze al, de pasteetjes. Gaat het? Oh, ja, kom. Zo voorzichtig nog, oh, want ze zijn nog wat warm. Oh, heet. Zijn ze warm, ja. Oh, neem ik deze wel. Doe ze! Zet die dingen even in de hal, dat ze lekker koel blijven, ja? Oh ja, dat is een goed idee, ja. Dank je, Harry. Zo. Kijk, hier zijn de puddingjes. Puddingjes? Wat? Puddingje is toch een toetje? Zo, daar ben ik. Ah, het staat al klaar, zie je. Nou, dat wordt smikkelen, zeg. Ja. Nou, eet smakelijk, hè? Eet smakelijk, jongens, eet smakelijk. Zeg, hoe luister we? Ja. Ik ga even naar mijn baklappen kijken, hè, hoe het met de baklappen staat. Hé, nog een blik. Oké. Ja, ze kijkt even naar de baklappen. Naar de baklappen. Ga je ondertussen even de rest van jullie flat zien? Nou, ach, weet je wat het is? Als je één flat gezien hebt, hebben ze allemaal gezien. Ja. Zeg, Corrie, ik zou nou zo graag eens wat van je flat willen zien. De flat willen zien? Oh ja, dat kan wel hoor, ja. Tuurlijk. Ja. Nou, en dan... Zullen we eerst even naar de keuken gaan? Ja, goed. Maar niet let op de rommel, hè. Ik heb nog wel rommel.
kan even. Nou, kijk, dit is dus de keuken, hè? Je ziet wel, hè? Alles staat er nog van gisteren. Gezellig. Het is een beetje rommelig, want ja, het is een rommelig vrouwtje ook. Ze ruikt niks op, hè? Dat is wel jammer natuurlijk. Ja. Nou, gezien jongens, dan gaan we weer gaan. Hey! Ja? Jullie hadden toch een enorme hekel aan elkaar. Ik dacht dat jullie hekel aan elkaar hadden. Ja, we zijn nou hele goede vrienden. Ja, jullie konden elkaar niet lucht of zien. Maar helemaal niet waar. Maar er staat mij toch iets bij dat er iemand was waar jullie een enorme hekel aan hadden. Ah, dat klopt. Ja. Wie was dat dan? Jij. Ja.